Erik Kessels en ik zijn... Erik Kessels is reclamemaker, maar ook kunstenaar. En die verzamelt foto's. En gevonden foto's die is die op rommelmarkten terechtkomen. En hij koopt dat op en hij maakt daar boeken van, fotoboeken. En nu was het idee van ja, voor de Boekenweek Levensverhalen. We gaan een van die mensen, een van die gevonden albums, die mensen gaan we een nieuw leven geven, een herkansing. Nou, dat is gebeurd. En dat zijn Pierre en Betty Vincent geworden. De mensen uit het Boekenweek essay. Het is natuurlijk wel mooi om een verhaal te bedenken bij die foto's. En wij vonden deze foto's mooi, omdat die mensen die hadden duidelijk geen kinderen. Maar wel een verzameling poppen. En poppen die bijna op echte kinderen leken. En dat vonden we heel erg interessant. Want ik dacht, die kinderloosheid moet een probleem zijn. Want anders ga je geen poppenverzameling aanleggen. Dat vond ik toch een beetje raar. Ze speelden er ook mee met andere volwassenen. Bijvoorbeeld met een donkere man. We hadden bedacht dat Betty waarschijnlijk voor haar huwelijk met Pierre een kind heeft afgestaan. En dat kind gaat haar biologische moeder zoeken. Terwijl ze al ouder is. En dan heb je meteen ook de mooie blik van de buitenstaander die naar die foto's kijkt, de blik die wij hebben. Want dat heeft die dochter ook. Die weet, kent haar moeder niet, kent haar biologische moeder niet. Dus dat zit erin. Maar ik wilde de stem van Betty er ook in hebben. Die donkere man vond ik ook interessant, want dat is iemand van buiten. Die brengt, hè, dat is een, die komt niet uit Vlaanderen. Zo, en zeker niet in die tijd. Zag je nauwelijks zwarte mensen daar. Dat vond ik ook interessant. Dus we hebben Betty een soort verhouding met hem, Martin noemen we, gegeven. Als een soort compensatie voor dat gemis kinderloosheid. Zat op een grote gladde kei naast het stroom. Parfum, ja. Nou, we vonden dat meteen een heel leuk idee. Ik hou van boeken die heel sensueel zijn. Dus dat waar je de voelt, ruikt, hoort. En wij zaten met al die foto's die natuurlijk ook een geur hebben. De geur van die mensen. Dus ja, het kwam gewoon bij ons op. We gaan een parfum doen. Nou, en toen hebben we een professionele parfumontwerper ingehuurd. En die heeft op basis van het verhaal een heel verleidelijk en warm parfum ontworpen. En dat is ook goed lukt geworden.